Met die Van Proeijen, ja. Racing Genk heeft ambitie. Ik val met de deur in huis als je naar de transfer ziet. Ja, we hebben zeker ambitie. We hebben vorig jaar een vrij goed seizoen doorgemaakt. We zijn vierde geëindigd, wat toen de doelstelling was. En nu is de doelstelling om korter bij de eerste drie ploegen te komen. En als het kan, de derde plaats. We hopen sowieso play-off 1. Hoewel OHL zeker een kwaaie tegenstrever zal zijn. En daar proberen we toch wel het beste van te maken. Vandaar dat we geprobeerd hebben met enkele goede transfers om ons voor te bereiden om die stap naar de eerste drie te gaan zetten. Ik heb daar straks ook met jouw trainer al even gepraat. Hij is ook een zeer bescheiden man, spreekt het heel voorzichtig uit van we gaan proberen om eens te winnen van een standaard Anderlecht en Gent. Maar ik zou zeggen met deze kern ja, mag je toch wel op gelijke hoogte gaan staan, denk ik dan. Ja, dat is zeker de bedoeling. Ik moet zeggen dat wij vorig jaar eigenlijk het zwarte beest waren van A-Gent. Want we hebben 1 keer gewonnen tegen A-Gent, 2 keer gelijk gespeeld en 1 keer verloren. Terwijl tegen Standaard hebben we 4 keer verloren. Ik denk dat dat zo wat het verschil maakte voor de kampioenstitel, misschien wel voor A-Gent. Dus wij hopen eigenlijk ook tegen Anderlecht en tegen Standaard ook de punten te kunnen halen. Zodanig dat we echt korter bij de top aansluiten. En dan misschien scheidsrechter spelen in heel het debat en bij de play-offs aan het eind van de rit. Ja, dat is zeker de bedoeling. En ik denk ook dat KRC Genk als club ook begint uit te kijken naar het vrouwenvoetbal. Want wij staan zeker korter bij een volledige integratie met KRC Genk. Dus we hebben gesprekken gehad met de voorzitter, nieuwe voorzitter van KRC Genk. We hebben gesprekken gehad met Patrick Janssens. Dus wij zijn eigenlijk klaar om nog verdere stappen te zetten. Dus stilaan zal het vrouwenvoetbal in Limburg en in Genk wel doorbreken. Heeft het Europees kampioenschap daar misschien iets mee te maken? Misschien even vragen, heeft u ervan genoten? Ja, ik heb daar zeker van genoten. Ik ben naar de 3 wedstrijden gaan kijken. Het is natuurlijk spijtig dat onze Lien Mermans daar niet heeft kunnen spelen. Maar ik denk dat elke rechtgeaarde Belg en zeker elke rechtgeaarde vrouwenvoetballiefhebber daarvan genoten heeft. Ik denk dat de Belgen het zeer goed gedaan hebben. Spijtig dat we tegen Denemarken had er meer ingezeten. En dan stonden we een beetje verder. Maar ik denk dat de groep van Yves Terneels dat die het zeer goed gedaan hebben. En dat die zeker het vrouwenvoetbal echt op de kaart hebben gezet. Er wordt gefluisterd dat jullie ook hier op het trainingsveld zouden gaan spelen. Wat is daar van aan? Of blijven jullie nog spelen waar jullie nu zijn? Nee, we gaan zeker dit jaar enkele wedstrijden op het B-veld spelen. Dus daar zijn contacten met de voorzitter en met Patrick Janssens. Dus het is zover dat wij stilaan meer en meer hier een synergie gaan vormen, een eenheid gaan vormen met de mannen van KRC Genk. En ik moet zeggen dus dat het mannenvoetbal ons begint te accepteren. En dat vinden we natuurlijk heel fijn. Ik denk dat we daar lang genoeg voor geijverd hebben en dat we daar ons best voor gedaan hebben. Er zijn mensen die daar nooit in geloofd hebben. Ik zie nog mensen die zeiden, KRC Genk, vrouwenvoetbal, dat gaat nooit lukken. Maar ik denk dat we bewezen hebben dat we stilaan dat wel laten slagen. En dan de stap dit seizoen naar de top 3 zetten om nadien nog net iets meer te doen? Ja, dat is zeker de bedoeling op lange termijn. Ik denk dat we op lange termijn binnen 3, 4, 5 jaar toch ook wel eens willen misschien tweede, misschien eerste plaats spelen. Waarom niet? Ik denk dat die ambitie er zeker moet zijn. We zijn vertrokken in derde nationaal. We zijn stilaan omhoog gegaan. En ik denk dat we nu bijna aan de echte top zitten. En we willen dat stapje nog wel verder maken. En daarvoor hebben we een heel ambitieuze sportieve staf. Heel ambitieuze speelsters. En ik denk dat we zo toch wel op de goede weg zijn. Misschien eerst al beginnen met de beker van België, de kortste weg natuurlijk. Ja, dat is zeker de kortste weg. Dat hangt een klein beetje van de loting af. Ik denk als de loting wat meevalt, dat er wel mogelijkheden moeten zijn. Maar valt altijd af te wachten. Ik heb vorig jaar een heel mooie finale gezien tussen Gent en Anderlecht. Dus wij moeten dat ook kunnen. Maar ja, natuurlijk, daar moet het wat meevallen. Een wedstrijd is altijd 90 minuten, kan van alles gebeuren. Dus we doen ons best om zo ver te geraken.